Nou, daar gaan we. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik heb mijn handdoekje, ik heb een stoel. Om de tijd. Oefening 1, daar gaat hij. Zit op de stoel, opstaan en je doet alsof je een worp indraait. En je gaat weer zitten. Opstaan, je doet alsof je een worp indraait. Druk de rij, zit op de stoel. Je kan het andersom doen. En deze kant op. Als je doorkrijgt, mag je natuurlijk een beetje sneller gaan. Dat was oefening 1. Vind je het moeilijk met de stapjes? Doe het iets rustiger aan en herhaal het morgen, overmorgen. Doe dat elke dag. Je zult merken dat je er steeds sneller in wordt. Oefening 2. Dat zijn de cross jumps. Ik zet de stoel even een stukje opzij. Dan kan ik iets verder naar achter gaan staan en dan zie je me waarschijnlijk iets beter. Nou, een cross jump. Je maakt zo meteen een beweging met je benen. Je kruist ze. En zodra je weer uit elkaar gaat, tik je met je hand de grond aan. Andere been, andere hand. Rechterbeen, linkerhand. Linkerbeen voor, rechterhand. Je snapt het al. Oefening 2 doe je ook een halve minuut en je probeert het weer zo vaak te doen als je kunt. Zet hem op. Oefening nummer 3. We hebben de stoel weer nodig. Ik heb hem alweer een stukje dichterbij gezet. Het is heel eenvoudig. Het is veel makkelijker dan opdrukken. Dus ik denk dat iedereen dit kan. Zelfs de papa's en de mama's kunnen dit thuis meedoen. De stoel, je zet hem neer. Met je handen leun je erop. Je loopt met je voeten een klein stukje naar voren tot je een mooi plankje gemaakt hebt. Je buigt door je armen en je strekt ze weer uit. Druk je heupen weer naar voren zodra je omhoog komt. En op deze manier buig je je armen achterstevoren. Andersom dan bij het gewone opdrukken. Dit noemen ze ook wel een dip, dippen. En ja, als je dit dus ook weer doet, dan zul je merken. De achterkant van je arm, die wordt ontzettend sterk. En die heb je nodig bij judo. Als je iemand weg wil duwen, als je hem tegen wil houden. Maar ook als je daarna heel snel een worp wil indraaien, zul je hem toch eerst even wat ruimte nodig hebben. Dan doe je dus met je armen en daarna zet je in. Nou, dat is oefening 3. Oefening 4. Die is voor de buikspieren. Die heb je nodig bij judo, bij werpen, ontsnappen, keren, kantelen. Elke beweging die je nodig hebt, daar heb je een goede, sterke houding bij nodig. En daarom trainen we ook de buikspieren. Let op. Als je gaat zitten, handen achter je, benen bij elkaar. Leg ze een beetje naar links. Til ze op. En aan de andere kant. Steeds van links naar rechts. Van links naar rechts. Een halve minuut lang. Hele tijd op en neer. Probeer je voeten niet op de grond te laten komen. Lukt het echt niet? Leg ze even neer. Doe het met één been om en om bijvoorbeeld. En zo kun je het ook prima doen. Zo span je ook je buikspieren. Alleen dan is het een stuk minder zwaar. Dus als je kunt, doe je met twee benen tegelijk. Een halve minuut lang, 30 seconden, volhouden. En dan heb je dus 4 oefeningen gedaan. Herhaal deze 4 oefeningen zo meteen weer. En nog een keer. En elke keer als je er 4 gedaan hebt, start je daarna dus weer met de eerste oefening, tweede, derde, vierde. Daarna weer de eerste, de tweede, de derde en de vierde. Nou, je snapt het al, als je even bezig bent, ga je er best van zweten. En dan komt het handdoekje best wel van pas. En dan mag je de zweetdruppeltjes best wegpoetsen. Jullie kunnen het, zet hem op. Ik weet zeker dat je er lekker energie van krijgt. Misschien daarna even lekker douchen ook. En dan kun je er vanavond weer fris tegenaan. En dan ga je natuurlijk keertje best doen om morgen dit nog weer vaker te doen. Zet hem op.